Ik ben Frits Aksel. Ik ben lijsttrekker voor de SP Almelo. Ik wil proberen om het sociale geluid in Almelo te laten horen en te zorgen dat Almelo niet alleen een fijne stad is om te leven, maar dat er ook welzijn is voor iedereen in plaats van welvaart voor enkelen. SP Almelo heeft veel standpunten, heel veel standpunten. Veel van deze standpunten zijn veroorzaakt door 3 kabinetten Rutte. Denk daarbij aan de crisis in de zorg, in de energie, in de huisvesting. Denk daarbij aan de toeslagenaffaire, aan wat de Belastingdienst onze burgers heeft geflikt. Dat betekent dat we in Almelo hard aan het werk moeten. Aan het werk om dit te corrigeren, om dit recht te zetten. Want er is veel te veel mis. Wat huisvesting betreft moeten we zorgen dat huisjesmelkers geen kans krijgen. Moeten we zorgen dat investeerders geen kans krijgen. We moeten alle middelen aangrijpen om te voorkomen dat huizen die bestemd zijn voor onze eigen burgers verdwijnen naar anderen, naar investeerders, naar huisjesmelkers. Migranten moeten we ook goed huisvesten. Daar zijn we ook aan gebonden. Verder moeten we ervoor zorgen dat we niet meer natuur opofferen aan zonneparken bijvoorbeeld. Zonnepanelen horen op daken en niet in weilanden. Windmolens, ja, dat wil niemand natuurlijk in zijn achtertuin. Laten we kijken of we dat zo kunnen regelen dat er niemand er last van heeft. Maar als we ermee aan de slag gaan, dan moet de inspraak van de omwonenden ook echt wat waard zijn. Het moet echt wat wegen. Daarnaast moeten we zorgen dat het armoedebeleid op de schop gaat. We moeten een andere houding aannemen aan mensen. We moeten geen wantrouwen hebben naar mensen die om een uitkering vragen. We moeten kijken van wat kunnen we voor je betekenen. Help ze. Geef ze de ruimte om zelf initiatieven te tonen. Help ze ermee en dan zorg je dat er meer welzijn is in Almelo dan welvaart voor enkelen. Moet er geïnvesteerd worden in verbetering van het winkelgebied in de binnenstad? Almelo moet zorgen dat er een compact winkelgebied komt, waar niet alleen de gebruikelijke winkelketens aanwezig zijn, maar ook bijzondere zaken. Zodat we weer een regionale functie krijgen, zodat weer mensen buiten Almelo graag naar Almelo gaan om te winkelen. Dat kunnen we bereiken door het aantrekkelijk te maken, door groen in de stad, door zitplekjes in de stad, door de oude gevels weer terug te halen, maar ook te zorgen dat de horeca op orde is. En het water in de stad hebben we al, dus wij zijn er klaar voor. Moet het Businesspark XL worden uitgebreid aan de andere kant van het kanaal? Waarom wil je een XL Businesspark 2 als XL Businesspark 1 niet rendabel is? We moeten zorgen dat we bedrijven aantrekken die passen op het aanbod op de Almeloze arbeidsmarkt. Voor die mensen die laag geschoold of mbo geschoold zijn, daar moeten we werk voor vinden. En dat kan door de juiste bedrijven aan te trekken en die in te passen in de huidige bedrijfsterreinen. Moeten er meer zonneparken en windmolens komen ten behoeve van duurzaam Almelo? We moeten werken aan duurzaam Almelo, maar dan moeten we niet meer zonneparken aanleggen. En liefst ook geen windmolens. Zonnepanelen moeten op de daken. En dan moet het zo georganiseerd worden dat niet alleen investeerders er beter aan worden, maar ook de Almeloze burger er beter aan kan worden. Zorg voor zonnecollectieven bijvoorbeeld. Daar staan we voor. Dat willen we bereiken, want daar heeft iedereen gemak van. De gemeente moet zich inzetten voor de bouw van betaalbare woningen en voor meer en betere sociale huurwoningen. We moeten zorgen in Almelo dat we huisvesting weer terugkrijgen. Zorgen voor betaalbare huurwoningen, ook sociale huurwoningen, en voor betaalbare koopwoningen. Voor onze starters en ook voor onze ouderen, zodat er doorstroming op de markt ontstaat. Huisjesmelkers en investeerders moeten we wegkrijgen van onze markt. We moeten zorgen dat de zelfbewoningsplicht wordt gehandhaafd en nog meer van dat soort attributen, zodat we zorgen dat Almelo voor de Almeloers is en niet voor buiten Almelo. Almelo moet meer bijdragen aan cultuur en welzijn. In Almelo moeten we zorgen voor cultuur en welzijn. We moeten zorgen niet alleen dat het er is, maar ook dat iedereen er gebruik van kan maken. Ook met een kleine beurs. Dus zorgen dat er niet alleen het theaterhotel voldoende middelen heeft, maar ook de vereniging op de hoek. Daarvoor kiest dan SP.